We staan hier langs de rode loper van de FHM 500, de top 500 mooiste vrouwen van Nederland. Ben je genomineerd? Nee. Toch? Ik weet het niet. Sta je niet in dat boekie? Ik weet het niet. Ik weet dat ik vorig jaar en het jaar daarvoor ben genomen. Ja, sorry, ik kijk daar dus echt niet naar. Ja, het is echt zo. Nee? Nee, ja, schat. Maar jij staat toch wel in dat boekie? Ik heb geen idee. Georgina, ik had niet verwacht dat jij nog aan zoiets mee zou doen. Ja, ik werd gevraagd of ik dat leuk vond. Dat ze, ja, tenminste dat er... ik verstond het eerst verkeerd. Ik dacht oldtimer favorite. Maar goed, en dan hoorde daar een fotoshoot bij. Ik dacht, nou wat leuk, heb ik eigenlijk wel zin in. En wat voor fotoshoot is het dan geworden? Is het zeg maar net zo sexy als dat we gewend zijn van FHM? Nou, ik dacht, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk het niet helemaal... Het is misschien decent wel. Het is een beetje alsof ze nog even kwamen kijken of ik nog van mijn graf gelicht kon worden. Nou, en hier ben ik. Hey jongens, dit is natuurlijk wel een soort Walhalla van jullie. Geweldig. Ja, ik heb even snel gekeken, maar dit stopt natuurlijk. Ja, zeker weten. Überhaupt is het gewoon echt een super ordinair feest. En dat is wel echt de reden waarom dit een van onze favoriete feesten is, denk ik. Toch? En FHC probeert nou net van dat imago af te komen. Oh! Nou ja, vroeger was het gewoon een lekkere wijvenverkiezing natuurlijk. En dit jaar is er een vrouwelijke jury, dus ik ben heel benieuwd of dat een heel andere winnaars gaat opleveren. Ze hebben nu een vrouwelijke jury. Ja? Zijn ze lesbisch? Was dat niet zo dan? Zijn jullie lesbisch dan? Hoe werkt dat dan? Ik weet niet hoe het werkt. Wie zit daarin? Hier distancieer ik mezelf. Er is natuurlijk wel iets problematisch aan. Volgens mij wordt er wel enigszins iets aan gedaan door nu een heleboel vrouwen, dus de vrouwen de jury te laten zijn. En andere dingen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel een beetje een vleeskeuring. Maar... En jij bent vegetarisch. Ja. Toch doe je mee? Ja, ik doe. Ja. Weet je wat, het is ook weer heel geestig om aan zoiets mee te doen. Omdat het ook ergens een soort van rol is of zo. Het is ook wel... Ja, het is ook iets grappigs en het is er gewoon, ja. Waarom heb je gekozen voor een vrouwelijke jury? Ja, toch wel, elk jaar krijg je wel de vraag vanuit de media, kan nog wel van deze tijd. En ja, blijkbaar moet je dus doorontwikkelen en moet je stappen zetten waardoor je weer meegaat in je tijd. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Jij wordt gewoon helemaal gedomineerd door al die vrouwen, joh. Ja, het is last man standing, hè? Nee, maar ik bied goed tegen gas, zeker. Het blijft een wisselwerking tussen jury en redactie. Het is niet, we geven geen carte blanche. Gelukkig, ik maak hem al zorgen. Ja, je hoeft geen zorgen te maken. Maar zeker bij deze tijd. Ik denk dat het gewoon ook heel belangrijk is om te laten zien wie er allemaal op de lijst staan. Evenementen is natuurlijk altijd leuk. Dus een beetje op de hoogte blijven en dat doe je door middel van zulke dingen natuurlijk. Maar is het wel woke genoeg? Toch een soort vleeskeuring? Ja. Wat is woke? Of zijn we daar? Ik heb geen idee. Wat is dat? Woke moet lekker de tyfus krijgen. Ik weet niet wie woke is en wie woke de wereld in heeft geholpen, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als vrouwen een probleem hebben met dit blad, dan ligt het aan hunzelf en niet aan het blad. Wie is volgens jullie nou de knapste vrouw van Nederland? Mijn moeder. Ik vind bijvoorbeeld zo'n Jolante vind ik een all-time, dat vind ik gewoon, ja, dat is een parel. Ja, dat is echt waar inderdaad. Ja, gewoon die wat meer oldschool zijn voor ons toch wel wat meer waar we naar opkijken, denk ik ook, hè? Wat moet een man nou doen om jou te versieren? Ik denk me aan het lachen maken, heel veel. Ik hou heel erg van mannen die zichzelf zijn en niet het tof lopen te doen. Waar ik heel slecht op ga is mensen die zichzelf beter voelen dan andere mensen. Tief lekker op, niet bij mij aanbellen. Ik vond die gozer die laatst fappend in je DM zat, vond ik ook niet... Je beseft dat we nu een thumbnail hebben. Hey, oh, sorry. Wat lekker! Lekker, we got him! Dankjewel. Heel veel mannen die voetjes willen zien of zo, dat soort dingen. Ja, daar heb ik allemaal niet zo heel erg veel boodschap aan. Ik geniet ervan binnen. Dankjewel. Niet te veel alleen vleeskeuren, hè? Ook naar het innerlijk kijken. Weet je, wij zijn daar helemaal niet voor. Wij komen gewoon om te zuipen. Zo, Romy, de mooiste vrouw van Nederland. Het schijnt. Ja, vind ik fantastisch natuurlijk. Ja, wat een eer. Ik had het nooit verwacht. Ik vond nummer 6 of 7 ook al fantastisch. Überhaupt op de lijst staan. Maar nummer 1 is wel een heel lekker gevoel, ja. Hoe was het om die shoot te doen? Was heel fijn, ja. Want mijn vriend fotografeerde natuurlijk. Dus ik voelde me heel erg losjes en vrij. Dat moet je toch een beetje zijn, hè, voor zo'n shoot.